Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 27 van de Eredivisie en natuurlijk de Europa League wedstrijd van Ajax. Laten we daar eerst maar naar gaan kijken. Ajax heeft weer gewonnen van Young Boys, wat betekent dat ze door zijn naar de kwartfinales waar ze AS Roma gaan meeten. Ik ben benieuwd, ik denk dat Ajax zeker een kans maakt tegen AS Roma. En voor het Nederlands voetbal is het goed. We hebben vorige week Rusland ingehaald op de coëfficiëntenlijst. Dus als Ajax zo even doorgaat, dan profiteren we daar allemaal van. Dus laten we vooral hopen dat ze van Roma ook gaan winnen. Dit waren de wedstrijden in speelronde 27 van de Eredivisie. Heerenveen Twente werd 0-0. Fortuna verloor met 0-1 van FC Utrecht. Feyenoord moest tegen FC Emmen, dat speelde ze 1-1 gelijk. RKC Groningen werd 3-1. PEC won met 2-1 van VVV. AZ won met 2-0 van PSV in de topper. Staan nu gelijk in punten. Vitesse Willem II werd 0-0. Heracles Sparta werd 1-1. En Ajax tegen ADO werd 5-0. Dat betekent dat Ajax zo dik bovenaan staat dat de kans dat ze kampioen worden extreem groot is. Ze hebben 66 punten. Dan komen PSV en AZ met 55 punten. Vitesse staat vierde met 52 punten. Dan komt Feyenoord met 48 punten. Groningen staat zesde met 43 punten. Dan komt FC Utrecht met 40 punten. Twente staat achtste met 37 punten. Heracles heeft 36 punten. Heerenveen en Fortuna hebben 34 punten. Dan komt Sparta op de 12e plaats met 31 punten. PEC staat 13e met 29 punten. Dan komt RKC met 26 punten. Willem II en VVV hebben 22 punten. En we hebben een nieuwe club die onderaan staat. FCM is namelijk naar de 17e plek gestegen en heeft 15 punten. Net als ADO die nu onderaan staan door het slechte doelsaldo met ook 15 punten. Dan gaan we naar de voorspellers. Top 8 normaal, maar het zijn er nu 7 omdat er meerdere mensen op de 8e plaats zijn beland. En zoals jullie weten pak ik dan de bovenste 7. Luc staat bovenaan met 228 punten. Dan komt Mikey met 225 punten. Dilano staat derde met 216 punten. Dan komt Nak met 214 punten. Jarno staat vijfde met 207 punten. Massimo zesde met 204 punten. En op de 7e plaats staat Jesper met 203 punten. De volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. De weekwinnaars zijn zowel Luc als Dilano geworden, wat natuurlijk heel leuk is omdat hun eigenlijk het meest actief zijn in de Discord chat. Dus wel grappig dat ze samen met z'n tweeën dit keer weekwinnaar zijn geworden. Dus dat hebben jullie heel goed gedaan. Dan zijn dit de wedstrijden die we als gaan voorspellen, de Interlands. Ik heb hier Oever Interlands neergezet, maar volgens mij zit er ook al wedstrijden bij voor de kwalificatie voor het WK. Dus dat moet je gewoon negeren als dat niet klopt wat ik heb gedaan. Misschien zijn ze wel allemaal kwalificatiewedstrijden. Maar Turkije-Nederland is de eerste wedstrijd. Dan moet Nederland thuis tegen Letland. En dan reizen we af naar Gibraltar. Want daar moeten we uitspelen. Dus er zijn 3 wedstrijden komende interlandperiode. En de wedstrijden die we gaan voorspellen in speelronde 28 van de Eredivisie zijn VVV tegen Groningen. FC Twente tegen Vitesse. Willem II tegen AZ. Sparta ontvangt PEC Zwolle. Feyenoord moet thuis tegen Fortuna. ADO moet tegen FC Utrecht. PSV ontvangt Heracles. FC Emmen moet tegen RKC en Heerenveen tegen Ajax. Ik zag allemaal andere clubs dan dat het eigenlijk waren. Maar ik heb het uiteindelijk allemaal goed gezegd en neem het vooral netjes over. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie heel graag op de volgende aflevering weer. Die is over 2 weken, omdat er dus een interland weekend tussen zit. Ik wil jullie heel erg bedanken. Adios, amigos.